Welkom terug bij een nieuw videootje. Vandaag monteren we zonnepanelen op een sandwichplaatdak. Vrij stijl. We gebruiken nokladder. We gebruiken Evo Steel. Een nieuwe schroef. Complimenten. Perfect. We meten vanaf de nok. Plaatsen we de blokjes. Vanaf het onderste of bovenste blokje meten we weer naar beneden voor het tweede blokje. Eén rij van 9 hier, één rij van 9 aan de andere kant. De voedingskabel gaan we daar erin gooien aan de zijkant. Zonnepanelen van 330 watt piek. Na een berg met regen weer eens een keer zon. Zonder zon kan je het vergeten op een staaldak. We monteren eerst aan de oostzijde. De zon heeft het dak gedroogd en 's middags gaan we aan de westzijde klieren. Het zal 2 volle dagen duren. Het is allemaal niet zo simpel, dus miskijk je er niet op. Enjoy! Als je de schroeven erin draait, stoppen als het rubbertje uitzet. Super sterk, kan je ook op lopen. Dat zijn hele goede schroeven. Als je deze 2 erin hebt, schroef je die 2 erin en dan draai je ze nog heel eventjes na. Dat je overal duidelijk het rubbertje ziet. Het is flink stijl, zie je? Voor de omvormers, omdat we parallel systemen gebruiken, stukjes Evo rails, boren een gaatje in het profiel, een inkepingje voor de bout. En dan doen we een zelftapper erin om hem vast te houden. Misschien stom, maar de Optimizer clip kan geen zware micro-omvormer houden. Dus hebben we het zo opgelost. Even vanaf beneden gezien. Gevaarlijke fratsen. Don't do this at home. Stijl dak, zoals je ziet. Stukjes rails zitten ertussen. Zo gaan we de omvormers erop schroeven. Als de andere kant in de zon ligt, verhuizen we naar de andere kant. Morgen panelen leggen waarschijnlijk. En vogelwering moeten we ook nog aanbrengen. Kijk, deze monteren we. Uitleg heb je er al genoeg over gehad. Mooie t-shirt van Trina Solar van de Solar Solutions beurs gescoord. Omvormers zitten erop. Even kabels aanleggen. Trunkkabel verdeeld over 3 fasen. De onderzijde een beetje tie-rippen. Daar een 5-aderige kabel voor de andere kant van het dak. De voeding zit er ook in. Allemaal goed. Het is alleen tijdsrovend. Even de lasdoos aansluiten. Dus is de voeding. Verdeeld over 3 fasen. Dus 2 fasen houden aan deze kant. Dan fase 2 en fase 3 aan de andere kant. Werkend op het tweede dak wou ik nog even zeggen. Als je het eerste blokje geplaatst hebt, meet dan vanaf hier naar hier een mooie afgeronde maat. Dus ik pak bijvoorbeeld 95 centimeter. En dat kan je dan makkelijk onthouden en overal hetzelfde doen. Er zit al een stukje op. Ook nog een stukje niet.
is dan de westkant. Deze kant is voorbereid, getijrupt. Maar die is voor morgen. Let erop, mocht je zulke daken aannemen, kost veel tijd. Dag 2. Die zeggen er ook wat van. We hebben Trina zonnepanelen. 330 watt piek. Dus we gaan er zo aan beginnen. Gebruik montagehulp. Pak je weer deze. Dat zijn de eindkapjes. Die klik je op de rails. En dan schroef je de moduleklem erop. Dus je zal altijd een stukje rails zien uitsteken. Het paneel op de top. Aan de zijkant die moeten we zo even goed steken. Want die staat zo dat de nok omhoog ging. Voor de rest had wel goed zo. Ze liggen erop. Zo meteen nog een vogelwering plaatsen. En dan aan de andere kant hetzelfde. Ook vogelwering plaatsen. Stevig klusje. Deze clip haak je eigenlijk hier doorheen, door de vogelwering. Dan moet je zorgen dat deze achter het paneelframe haakt. En dan duw je de vogelwering naar beneden, dus eronder. Ik kan daar niet voor doen, want ik heb geen drie handen. Maar hopelijk snap je wat ik bedoel. Later knip je het plastic hier eraf. En dan ziet het er zo uit. Mooi haar. In de hoekjes hebben ze uitsparingen gemaakt. Dus daar kan je precies ook zo'n klemmetje in steken. Dus die schroeven tegenwoordig ook niet meer. We zijn al heel end. Maar het is een pak met werk. Zo, de vogelwering zit erop aan deze kant. Aan de andere kant wordt nog eventjes gewerkt. Dat is toch een leuk spul. Lekker flexibel. Even goed opletten dat je klemmetje echt achter je paneelrand haakt. Deze. Want die wil je nog wel eens met het bewegen dat je alleen de vogelwering vasthoudt. Schiet het nog niet op. Er kwamen ook nog verbeteringen aan. Misschien heb ik inmiddels al de meneer gezien. Dus ik ben benieuwd, maar het is in ieder geval een leuk systeem, een aanraaier. Dus mocht je vogelwering hebben, dit is eigenlijk wat ik vind het makkelijkst te monteren. Beetje meedenken met de monteur. Zet is in bedrijf, alles werkt. Dus dan kunnen we lekker groene stroom gaan oogsten. Bedankt voor het kijken. Ik zal nog een paar foto's maken. En
Ik zou zeggen, abonneer mocht je daar nog niet zijn. En tot de volgende. Toedels!